Gaat Vlissingen excuses maken voor het slavernijverleden of niet? De raad beslist er vanavond over. En het gaat spannend worden waarschijnlijk, want lang niet iedereen is voor. Het verleden vinden wij ook gewoon vreselijk, hè, wat daar gebeurd is. Maar het gaat mij meer om gewoon van namens wie bied je excuses aan. En verder in deze Zeeland Nu. De gedeputeerden voor BBB zijn bekend. En een app om snel een wc te vinden. Goedenavond. Het wordt een bewogen avond in de raadzaal van Vlissingen. Niet alleen ligt wethouder Albert Vader onder vuur om zijn rol in de ondergang van jeugdhulporganisatie Intervens. Er wordt ook gestemd over wel of geen excuses aanbieden voor het slavernijverleden van de stad. En bij het stadhuis in Vlissingen is verslaggever Pim van den Bergen. Ja, Pim, allereerst, het is een raadsvoorstel, hè, om Vlissingen excuses aan te laten bieden. Wie hebben dat voorstel gedaan? Ja, dat zijn 5 partijen en opmerkelijk, die komen zowel uit de oppositie als uit de coalitie. Zij vinden dat de rol van Vlissingen in het slavernijverleden een excuus verdient ten opzichte van de tot slaaf gemaakte en hun nazaten. Ja, en andere steden zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht, die deden het al. Middelburg gaat het binnenkort ook doen. Waarom is het in Vlissingen zo'n strijd? Ja, in tegenstelling tot die andere steden die je noemde, heeft het college van burgemeester en wethouders in Vlissingen de bal bij de gemeenteraad neergelegd van doen jullie er maar wat mee. Nou ja, dat levert dus publieke discussie op met voor- en tegenstanders. Ja, excuses betekent dus spijt betuigen of zich verontschuldigen, ja, voor een fout wat je zelf hebt gemaakt. En omdat het juist gevraagd wordt voor de rol van het toenmalige stadsbestuur, vinden wij het eigenlijk niet kunnen dat wij nu 300 jaar later namens die mensen excuses aan moeten bieden. De lokale partij Vlissingen zag excuses in eerste instantie niet zitten, maar is gedurende het traject naar het raadsvoorstel tot een andere conclusie gekomen. Toen echt bleek van dat de inwoners geen excuses aanbieden, maar het instituut Vlissingen heeft dat doen kantelen, zeg maar, de hele zaak. En zeggen wij van, nou ja, oké, dan kunnen wij absoluut bij akkoord gaan. Ja, Pim, het is nog geen gelopen race, hè? Het wordt spannend. Ja, het wordt zeker spannend, want de Vlissingse gemeenteraad kent 27 raadszetels. Nou, voor het voorstel zullen nu 6 partijen stemmen, die hebben samen 12 zetels. Er zijn dus nog 2 zetels nodig voor een meerderheid. Voor die meerderheid kijken ze naar de grootste partij in de Vlissingse gemeenteraad, de PSR, partij Soeberg Rittem. Maar ja, die willen natuurlijk weer niet laten weten wat ze gaan doen vanavond. Dus hoe dit afloopt, daar zullen we pas vanavond laat achterkomen. Dankjewel, Pim. Ja, en zoals gezegd, er speelt meer in Vlissingen vanavond. De raad praat ook over het dossier Intervens. Albert Vader heeft daarin gefaald als wethouder jeugdzorg. Dat vinden tenminste 6 oppositiepartijen in de gemeenteraad. Ze vinden dat Vader op zijn minst excuses moet maken, want hoe hij tot nu toe heeft gereageerd op de kwestie vinden ze beschamend. Zeer teleurstellend, met name bepaalde antwoorden van de wethouder. En dan noem ik bijvoorbeeld dat hij aangaf dat ze probleemeigenaar waren. Ja, als je zo over de zorg voor de meest kwetsbare kinderen praat, dan heb je het volgens mij niet begrepen. Een aantal punten waar ik echt van geschrokken ben, en dat is het gebrek aan zelfreflectie. Dat heeft de wethouder ook zelf toegegeven. En het andere punt is dat ze gaandeweg het proces toch behoorlijk hun bevoegdheden hebben overschreden. En dat vind ik toch wel een hele kwalijke zaak. Ik vond het eigenlijk best teleurstellend. We hebben een heel debat gevoerd, maar eigenlijk het onderwerp waar het over ging, kwetsbare kinderen, dat heb ik eigenlijk niet gehoord. Het hele woord kind is in de hele commissie niet gevallen. Vanavond dus raad, wat vindt u dat er moet gebeuren? Ja, dat is niet aan mij alleen om dat te zeggen, maar wat mij betreft gaat er iemand opstappen vanavond. Ja, en hierover praat ik verder met Marieke Kerklaan, redacteur zorg. Ja, dit zijn harde woorden. Waarom juist deze wethouder? Want dit speelde provincie breed. Klopt. Albert Vader zat in een zogenaamde kopgroep. Dat was een kleine groep van wethouders die regelmatig bij elkaar kwam toen dit allemaal speelde. Jacques Werkman van de gemeente Sluis zat daar bijvoorbeeld ook in. Nou, volgens de raadsleden en ook betrokkenen die ik heb gesproken, was Albert Vader een van de hoofdrolspelers toen het eigenlijk 2020 zo misging. Ja, want neem ons nog even mee terug. Wat gebeurde er allemaal? Nou, eind 2020 besloten de jeugdzorgwethouders om te stoppen met Intervens, want ze vonden de jeugdbeschermersorganisatie eigenlijk te duur.
Nou, die beslissing die leidde tot enorm veel onrust. Hè, bij gezinnen, bij de kinderen, bij ouders, maar ook bij jeugdbeschermers die actie gingen voeren. Nou, dat liep zo hoog op dat er uiteindelijk ook een fikse bemoeienis kwam uit Den Haag. Die greep eigenlijk in. Nou, dat is eigenlijk al met al een heel debakel geweest. En gemeentelijke rekenkamers hebben een onderzoek gedaan. En dat rapport is dus recent gepresenteerd. Dat staat vanavond ook centraal. En daaruit komt een beeld naar voren dat onder meer de wethouders een boekje ver te buiten zijn gegaan. Om het simpelweg te zeggen, ze hebben beslissingen genomen waar ze eigenlijk geen beslissingen over mochten nemen. Ja, nou heb jij behalve deze raadsleden nog veel meer betrokkenen gesproken. Die vinden ook, er moet nog een stapje verder gegaan worden. Hij moet aftreden. Ja, klopt. Zij vinden dat het zo debakel is geweest, dat het zo hoog heeft opgelopen, dat hij inderdaad zijn conclusies moet trekken en moet opstappen. Ja, zij willen anoniem hun verhaal doen. Het is beschamend, vooral om te zien hoe wethouders zoals Werkman er nu sier mee proberen te maken. Terwijl jeugdbescherming een stuk duurder is dan onder Intervens en een hele hoop kapot is gemaakt. Albert Vader is vanaf het begin de initiator geweest, wilde hoe dan ook van Intervens af. Hij trok anderen mee. Met dit geld had Intervens makkelijk gered kunnen worden. Maar nog kwalijker, het hele gedoe heeft tot veel schade bij een kwetsbare groep geleid. Wethouders zouden het boetekleed moeten aantrekken. Ik had het geld dat gemeentes nu extra kwijt zijn liever uitgegeven aan mooie ontmoetingsplekken voor de jeugd. Ja, wat is de reactie van Albert Vader hierop? Ja, die is heel kort, maar krachtig. Die reageert er pas vanavond op de raad op. Ja. Dan zijn er twee flinke vraagstukken. Gaat dat allemaal aan de orde komen vanavond in de raad? Ja, dat is de vraag. In ieder geval duidelijk wel het slavernijverleden. Dat is een punt wat in ieder geval aan de orde komt. Ja, mocht de vergadering daardoor en de discussie die daardoor ontstaat heel erg lang duren, dan zou het kunnen zijn dat het punt van Intervens opschuift. Maar dat weten we dus pas vanavond. Oké, dankjewel. De Boer-Burgerbeweging heeft twee mannen naar voren geschoven die gedeputeerden zouden moeten worden namens de partij. De ene is Arno Vaal, hiernaast Kees Hansen. Hij is aardappelteler in Zaamslag en stond aan de wieg van de Zeeuwse BBB-afdeling. Het zal nog wel even wennen worden, zei Vaal in onze radio-uitzending, want hij is het liefst buiten in een overal. En dat zal straks wel even anders worden dus. Zijn bedrijf in pootaardappelen blijft bestaan, maar hij zal personeel aan gaan nemen om dat draaiende te houden. Ook Wilfried Niele zou gedeputeerde moeten worden namens de BBB. Hij komt uit Terneuzen, is organisatie- en bedrijfsadviseur en omschrijft zichzelf als pionier in duurzame energie. En zoals het er nu voor staat, lijken de huidige gedeputeerden van SGP, CDA en VVD door te gaan. Een 32-jarige rijinstructeur uit Middelburg is veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 voorwaardelijk, voor ontucht met een leerling. Het meisje van destijds 17 kreeg rijles van de man en moest van hem regelmatig naar afgelegen plekken rijden. Daar moest ze hem aftrekken en werd ze betast op intieme plekken. De voormalige rijleraar biechtte op ook andere leerlingen te hebben aangerand, maar zij hebben geen aangifte gedaan. De man mag in ieder geval 3 jaar lang niet meer als leraar of instructeur aan de slag. De gemeente Terneuzen wil het voor iedereen makkelijk maken om naar een openbaar toilet te gaan en sluit zich daarom aan bij de Hoge Nood-app. Daarop zie je meteen waar de dichtstbijzijnde wc is. De gemeente roept ondernemers en organisaties op om zich ook aan te melden met hun wc. Onze raad heeft ons daar ook vaak op geattendeerd van voorzien nou eens in meer openbare toiletten. En we zijn nogal een grote gemeente met 13 kernen en door een breed netwerk van toiletvoorzieningen in de eigen gebouwen, maar inderdaad ook bij de ondernemers, hopen we dat we een beetje dekking krijgen. Het moet voorkomen dat mensen thuis blijven omdat ze bang zijn dat ze nergens naar de wc kunnen gaan. Terneuzen wil hiermee ook de gastvrijheid vergroten. Aan de gebruikers het verzoek om te laten weten of de wc's wel netjes schoon waren. In de eerste 2 maanden van dit jaar is al 150 keer aangifte gedaan van digitale fraude. Alarmerend vindt de politie. De slachtoffers zitten voornamelijk in de leeftijdsgroep 57 tot 72 jaar. En de politie zoekt die groep nu bewust op om ze te waarschuwen. Digitale fraude komt nog steeds heel vaak voor. Met name ouderen blijken tot nog steeds het slachtoffer te zijn. Daarom gaat de politie steeds vaker naar hen toe, zoals ook hier in Overzande. Dames en heren, hartelijk welkom hier in het trefpunt in Overzande.
Mensen trappen er nog heel vaak in. Niet omdat ze zelf dom zijn, maar omdat de criminelen zo goed zijn om ze te overtuigen. En wij willen ze heel graag waarschuwen. Hoe werkt het nou? Waar moet je op letten? En wanneer beëindig je een telefoongesprek als ze bellen of dat soort dingen? ABC, dat is een landelijke campagne die momenteel loopt. En ABC staat voor alert zijn, bescherm jezelf en check altijd. Waarom ik hier ben? Omdat ik het interessant vind. En gewoon het probeer te voorkomen dat het mij gebeurt. Hebben ze wel eens een poging gedaan bij u? 1 keer. Dat ik gebeld werd dat er geld overgemaakt was naar een buitenlandse bank. En toen heb ik gelijk opgehangen. Vaak komt het nou voor dat er digitale fraude wordt gepleegd bij de mensen? We hebben nu in de maanden januari en februari al 150 aangiftes weer binnen. Dus het komt echt nog steeds heel vaak voor. Doen mensen dan ook altijd aangifte als ze slachtoffer zijn? Helaas niet. Heel veel mensen schamen zich ervoor en durven geen aangifte te doen. Soms voor hun omgeving, maar ook voor tegenover de politie. Of ze denken van, nou, de politie doet er niks aan. Wij stimuleren echt, doe altijd aangifte. Je hoeft je niet te schamen, het overkomt heel veel mensen. En wij kijken er altijd serieus naar. Ja, laatst ook een WhatsAppje van, hey pa. En ja, dan ben je toch zelf nog handig genoeg om gewoon via de familie-app die we hebben, gewoon nog eens even van, hoe is het jongens, is dit echt? En ja, dat is natuurlijk niet. Nee. U vertelt heel breed over digitale fraude. Mensen leren ook een heleboel nieuwe dingen, denk ik ook, als ze bij u meeluisteren. Dat klopt. Heel veel dingen realiseren mensen zich niet. En door hun dat te vertellen en te laten zien, maak je mensen steeds meer daar bewust van. En dat is ook de bedoeling van de presentaties. De dag begon nog guur, maar uiteindelijk won de zon het en nam de wind ook nog wat af. Het werd 11 à 12 graden. Morgen vrij veel zon en stapelwolken. Landinwaarts is er kans op een bui. In het weekend blijft het vrijwel overal droog, met af en toe flinke zonnige perioden. Tot zover Zeeland Nu. We begonnen de uitzending met een vooruitblik op de raadsvergadering in Vlissingen. Stemmen over wel of niet excuses maken voor het slavernijverleden. En een wethouder jeugdzorg die onder vuur ligt. Alles wat daar vanavond gebeurt, leest u uiteraard zo snel als mogelijk op onze website of in de app. Een fijne avond.